Mijn buurman, een hondje, wil ik nemen mee. En, maar dat is een geweldige mens. Ik denk, hij soms 4, 5 weken in het buitenland. En als er weg is, dan verzorg ik hem altijd het vier. En dan voor ik hem een hond en paard en die schoonmoeder dat regelen. Ja. Ja. Ja, want les was er ook weer 2 dagen het buitenland in geweest. Nou, heerlijk. En toen moest ik hem afgenomen aan een training, maar het bracht. Toen zei de Pieter, is toch zeker niks bijzonders gebeurd in de tijd dat ik weg ben geweest. Ja, ik zeg, dat is eigenlijk niet veel gebeurd. Zeg, alleen is een hond kapot gegaan. Maar ik denk zeker dat met recht, dat was een prachtige hond. En dat is een boel hond, zo'n hond heen. Ja, maar dat, wie kan een hond kapot gaan? Ja, ik zeg, die hoofdverband persvlees, dat weet ik ook niet. Nee, ons ook hem niet aangeloot. Er waren zo'n lunnen uit en een boel lunnen, zo'n lunnen. Ja, maar dat wie komt in lunnen uit verbrand persvlees, dat heb ik nog nooit in huis gehad. Ja, ik zeg toevallig waar de jeugde pers zullen branden. Ja, dat heb ik ook niet gezien. En toen wilde het pers niet meer doen. Toen zat een lunnen aan het pers, die had je in de gaten. En een boel lunnen, zo'n lunnen. Ja, maar dat, wie kan mij de perselen branden, de nieuwe persel afgebrand, wie kan dat? Ja, ik zeg met vonken uit het huis, die komen van daar, kan ja. Zeggen de wilde vonken bovenop de persel, ja, en de wilde perne met uit wie dat gewerm moest te krijgen. En toen zat een ongeland per, die had dit niet. Duitsen hadden de boel ons zo'n lunge. Ja, maar dat, wat zegt mij de nieuwe? Is mij dan nog het huis afgebrand, wie komt dat? Ja, ik zeg, we wonen in een kamer en bij je. En hij heeft wel een keer omgestort, dat weet ik al niet. Zijn die gardinen gaan branden, de lucht van me doorlopen, dan wil die vonken net bovenop de pers, zullen we eens dat net verkeerd. En dan wil het pers niet meer uit, dan zaten onder een pers, Duitse herren, de boel en schoen. Ja, maar dat, wat moet je bij ons in het huis bij je? Dat is toch niks te bij je? Ja, ik zeg toevallig, ik hou die schoonmoeder die oude licht en dan wil ik kregen naar boven, dat bij een bij. En heeft wel een keer omgestort, dat weet ik ook niet. Toen zijn die gardinen gaan branden, de vloer, die vlammen doorlopen, dan wil die wongen net bovenop de perstal. En dan wil het perst niet meer uit, dan zat een onder een perst, die had niet gehad, nou zo'n onder de duister en de boel. Ja, maar dat wat zegt ze mij nu? Mijn schoonmoeder had een licht en herder, maar wie komt die daar? En ja, ik zeg, wie je kan vertellen dat die vrouw met een tuinman er tussenuit was. Toen kreeg die een licht en herder van een woord bij de B&B. En hij had wel een keer omgestort, dat weet ik wel niet. Ja, wat een zeven, hè.